Dag dames en heren. Er trekken op dit moment wat wolkenvelden over Nederland, maar zo af en toe weet ook de zon door te breken. En die bewolking zien we ook terug als we vanaf grote hoogte richting Nederland kijken. Wolkenvelden, een aantal opklaringen, veel meer bewolking boven Duitsland en Frankrijk. Daar zijn het afgelopen etmaal regionaal forse buien gevallen. En ook boven de Britse eilanden ligt bewolking klaar. Dat schuift langzaam onze kant op. Vandaag blijft het in ieder geval overal droog. Er is een mengeling van bewolking en opklaringen. De hoogste temperaturen verwacht ik in het binnenland, een graad of twintig. En met weinig wind voelt het best aangenaam aan vandaag. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking in het oosten van het land, zodat het daar vannacht even flink kan afkoelen bij weinig wind. Op sommige plaatsen wordt het zelfs nog wat kouder dan in de kaarten aangegeven staat. En in het westen, daar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. En tegen de ochtend kan daar een enkele bui vallen. Dan hebben we morgen een tweedeling. Met in het westen van het land de meeste bewolking, slechts af en toe wat zonneschijn en zo waren ook een paar buien. In de rest van Nederland is het droog. En vooral in het oosten zien we de temperatuur aardig oplopen. 22 of 23 graden is daar mogelijk. De komende dagen gaat de temperatuur in het hele land nog wat omhoog. Het wordt zomers warm met zo'n 25 graden. Regelmatig breekt de zon heel mooi door, maar er zijn ook momenten dat de stapelwolken even opbollen tot een regen- of onweersbui. Die kans is zaterdag het grootst. Met een beetje geluk is het zondag op de meeste plaatsen dit weekend gewoon overal droog. Fijne dag verder.